Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Advanced Warfare Gun Game video hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag spelen we natuurlijk weer twee Gun Game potjes achter elkaar en in die twee Gun Game potjes proberen wij zo snel mogelijk te winnen. We moeten natuurlijk wel winnen, want anders kunnen we ook niet zo snel mogelijk winnen. Dus ik hoop natuurlijk dat we beide potjes kunnen winnen. Allereerst de map is op de map Recovery. Vind je deze zin al leuk? Ram dan natuurlijk sowieso keihard op die like knop. En heb je nou nog een serie voor mij om op Advanced Warfare te voltooien? Laat het dan weten in de comments, want ik wil namelijk een nieuwe serie op Advanced Warfare gaan starten. Maar dat moet een beetje een kut serie zijn, zeg maar. Gewoon niet al te serieus, maar ook weer niet te trollerig, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Dus als je zo'n leuk ideetje hebt, laat het mij natuurlijk weten. Wie weet pak ik jouw idee eruit en probeer ik die natuurlijk te voltooien in een nieuwe serie. Maar nu eerst moeten wij zo snel mogelijk proberen om te winnen. Er komt er nog één. Oh, dit gaat lekker. Dikke sponsor heb dat wel, maar het gaat goed. Maar het boeit niet als een sponsor, als we natuurlijk maar gewoon... Ja, dat is gewoon genaaid. Als we maar gewoon die kills binnenslepen. Ik wil proberen natuurlijk, zoals jullie nou ondertussen wel weten, zo'n Gun Game potje te winnen in ongeveer 4 minuutjes, 4,5 minuut. Eigenlijk onder de 4 minuten als het mogelijk is. Dus ja, weet je, om daarvoor te gaan moet er natuurlijk heel bezig gaan, anders lukt het gewoon niet, maar... What the fuck? Je zit er wel, vieze kutcamper! Ik zat al te kijken, want ik zag helemaal niks. Ik hoorde helemaal niks. Ik dacht, er zit ook niemand. Maar hij zat er dus wel, man. Dat was dom van mij. Daar kan ik niks anders op zeggen. Oké, daar gaan we dus niet naartoe. Want die kan me killen. Want ik heb een SSS. En hij waarschijnlijk een assault rifle. En hij gaat er nog campen ook. Ik heb de kill nog wel. Ik weet niet hoe, maar ik heb de kill nog. Oh, lekker jongen. Die Arix is zo chill. Oh fuck, what the fuck, mijn noobtje gaat gewoon helemaal mis. Nog een keer, what? Krijg ik eindelijk een noobtje op zo'n gun, die staan we nog achter ook. Krijg ik er alleen maar hitmarkers mee. Oh, en dan niet hè, Call of Duty. Ja, doe maar zo. Doe maar zo jongen, nijm me maar weer. Nee, grapje. Ze nijmen wel, maar... Daar gaat het hier niet om. Ik zag hem lopen hoor, maar... Dankjewel. Maar ik wil eerst even die vent killen, want nu weet ik namelijk niet waar die andere gaat komen. Fuck! Ik heb ze alle twee geraakt. Oh, wat een onzin. Ik sta gewoon achter, man. Al die killsteals, jongen. Dat is toch niet meer normaal? Oh, shit. Ik was een wapen aan het wisselen. Ah, drie man op mij! Waarom zitten drie man op mij te schieten, jongens? Het is een free-for-all mode, jullie moeten ook op elkaar schieten. Dat is een fucking drie op mij lopen schieten, joh. Oké, dit is een poep shotgun. En er komt niemand naar me toe, fuck. Oh, dikke killsteal, nice. Oh, heerlijk, 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 heerlijk. Dat soort kills wil ik nou vaker krijgen. Helaas gebeurt het niet super vaak. Maar als het gebeurt zijn het super chille kills. Oh, vieze kill. Dat is een hele vieze kill van mij, maar boeien. Het gaat erom dat je de kill krijgt. Hoe je de kill krijgt, dat boeit niet. En ik ga hem niet... Fuck. Binnen 4 minuten winnen dit ding, want ik kom weer niet langs die RW1, man. Ik haat het pistooltje zo hard, jongen. Dat is niet meer normaal. Fucking kutgun. Dankjewel. Spannen dan. Ik hoorde de krekel, man. De krekel ging af en er kwam niemand. Wow, wat is dit nou voor scope? Wat? Wat is dit voor scope? What the fuck is dit voor scope? What the fuck, man? Dat heb ik nog nooit gezien, joh. Dat is een hele kut. Zit er een in mijn rug. Wat is dit? What the fuck is dit? Ik heb de kill, maakt niet uit. Ik weet niet hoe, maar ik heb de kill. Rare scope is dat. What the fuck. Dank je. Boom, bitch. Laatste gun. Crossbow. Oh, bijna in één keer. Fuck, ik zat vast. Oké, laatste kill nog, jongens. Crossbow. Nee. Waarom ging je naar de binnen, man? Je had gewoon buiten moeten blijven. Kom ik echt weer achter mij aan, hè? Ga nou achter iemand anders aan, joh.
Kut, de map gaat veranderen. Nee, niet meer nijven. Even normaal doen nou. Ah, fuck, in mijn rug zit er nog één. Ze komen net met z'n allen achter mij aan, man. En dat is ook een beetje het punt in Advanced Warfare Gun Game. Dat er zoveel mensen achter je aankomen. Die was gestukt. Het is zo, zo druk, jongen, in Advanced Warfare Gun Game. In tegenstelling... Oh, hij kill zichzelf! Dankjewel! In tegenstelling tot Black Ops 2 Gun Game. Dus ik moet daar nog steeds aan wennen, man. Maar we hebben weer gewonnen, dat gelukkig wel. Die wow-dooie, die ging ook beest. En die killde hier zichzelf, omdat ik hem had gestukt. Dus dat is natuurlijk ideaal. Maar, ja, we spelen nog één pakje erachteraan. Ik hoop dat we die sneller kunnen gaan winnen dan deze natuurlijk. En dan hoop ik jullie ook weer te gaan zien bij game nummer 2. Dus tot zo, mensen. Alright boys, welkom bij natuurlijk game nummer 2. We spelen nu op de map Riot. Wat inhoudt dat we dit potje best wel snel kunnen gaan winnen als we op één van die twee gebouwen staan. Je hebt voor je een kant en je hebt achter je een kant. En aan beide kanten kan je heel erg snel zo'n potje winnen. Ook in free-for-all. En natuurlijk Gun Game is een free-for-all mode. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. En ik hoop ook dat wij daar gewoon het kaart kunnen gaan sponsoren. En zo snel mogelijk het potje kunnen gaan winnen. Dus ik ben klaar voor die victory. En ik hoop jullie ook. En ik hoop de enemies niet. We spannen in met de ASM1 Strider, wat een elite versie is natuurlijk van de ASM1. Ik kom eigenlijk op deze bus. En dan meteen... Oh fuck, oké, fout. Mispoes. Zo, er zitten hier 150 kogels in, gek in deze. Holy shit. Oh, oh, nog één. Op het dak. Ik ben dood. Oh! Fucking hell, get owned. Is zo'n klein beetje ook, gek. Fuck, hij spande daar beneden in dat kamertje. Holy shit. Er waren mooi 3 kills daarom, man. Ik weet niet hoe ik die derde had, maar... Het gaat erom dat je hem hebt. En hoe je hem hebt, dat boeit helemaal niemand. Zolang je die kill natuurlijk maar pakt. Kwam er nou nog één? Oh, dat gevaar. Ik dacht dat er hier nog één kwam, joh, maar blijkbaar niet. En dit is dus een van die plekken waar je dus op moet gaan zitten, jongens. Dat zei ik dus net. Want hier ook kan je zoveel kills op pakken. Alleen, ja, weet je, er zijn heel veel randjes waar ze ook naar boven kunnen lopen. Als je één zo'n randje niet in de gaten houdt. En, ah, oh, fucking scheik. En er komt iemand via die raams, kantjes... Weggetjes naar boven, dan ben je natuurlijk gewoon dood. Zo makkelijk is het. Zit er nu een achter me. Oh, hij kon spray het doekje om, man. Jammer. Mooie spawn, Jan. Dank je. Het is ook zo vaak dat ze weten waar je zit, die enemies. Alleen dat ze gewoon simpelweg hun hoofd niet durven te laten zien. Zoals nu ook. Je zit hier een enemy. En dan krijg je weer een fucking hitmarker, natuurlijk. Maar hij durft zijn hoofd niet te laten zien, man. Dat kost zoveel tijd soms. Want ze zien me hier namelijk de hele tijd heen en weer boosten. Ze zien het op de minimap. Dat ik hier de hele tijd aan het springen ben, aan het klauteren ben. En weet ik wat allemaal. Alleen, ze komen gewoon maar heel langzaam op me afgerend. Ik weet niet waarom niet, dat moet je aan de enemy vragen. Maar hoe sneller zij op je afkomen, hoe vaak je doodgaat. Maar als ze precies op het goede tempo op je afkomen. Precies op het tempo dat je steeds even van wapen kan wisselen. Precies op het tempo dat je gewoon steeds heel even rust hebt. En daarna weer doorgaat naar de volgende enemy. Dan kan je heel erg snel winnen. Alleen als ze te snel komen, ga je dood. Als ze te langzaam komen, ga je dood. Dan haal je het gewoon niet. Dus je hebt dat geluk van die enemies nodig. Dat zij gewoon even... Even niet aan het opletten zijn. Dat is een mooi voorbeeld, enemy. Oh, lekker. Dat was een vieze spot van mij, by the way. Dat ik het even weet. Ah, ik hoorde hem, jongen, die lul. Er zit er eentje op te wachten. Oh, zo, die was hard! Fuck! We kunnen nu heel snel winnen, jongens. Ik zweer het je. Akimbo, nee, geen Akimbo. Oh, nee. Nee! Waarom moest het Akimbo zijn? Fuck. Ik moet hier langs zien te komen. Ik weet alleen niet hoe. Ik zag hem rechts van me, hoor. Nu. Nu. Dankjewel. Fuck, dit ding kan niet noscope. Ik probeer te noscope, maar dan kan de Atlas niet. Dan schiet hij niet. Oh, heerlijke kill. Fucking hell. Die was hard, hoor, voor die enemy. Kogel voor 2. Sorry. Hij is schuld. Er zit hier als het goed is één... Althans. Fuck. Ik kom niet langs het fucking makkelijkste gun in dit spel, man. Dank je.
Ah, oh, oké, nog één gun. We kunnen winnen onder de 4 minuten als ik nu een kill maak. Maar ik val op een kutplek. Nee. Nee. Ik moet hem in één keer raken als we onder de 4 minuten willen winnen. Maar fuck, ik zie geen enemy. Nee. Nee. Fucking lul. Ja, 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 ja. Boom. 4 minuten 7. Ah, 4 minuten 7. Ah, het is snel. Het is snel, maar het kon nog vele malen sneller, jongen. Maar het was echt een heerlijk potje. 4 minuten 7. Oké, nice. Nice, 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 nice. Die ging lekker, jongen. Woe. Ik had hem nog wel ietsje sneller kunnen winnen. Maar weet je, 4 minuten 7 is een mooie, mooie tijd. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Mocht je nou hebben genoten, dan natuurlijk sowieso kijk op de like. Dat helpt mij enorm. En ik hoop jullie over te zien bij een andere aflevering. Of natuurlijk bij een geheel andere video. Dus tot de volgende keer, mijn mensen. Bye, bye.